Ik begon toen ik begon in de Bijlmerwaard. Toen had ik 3 weken lang had ik Herman Brood. Die haalde je binnen voor een concert? Ja. Een heel groot concert met in het programma nog van Countdown. Werd ook gelijk uitgezonden s'avonds. Ja, zullen we even kijken? Want het beeld hebben we natuurlijk. Ja, Herman Brood in de Bijlmerwaard. Je hebt goed repertoire, hè, daarvoor eigenlijk, voor in de gevangenis. Ja, mijn hele repertoire is in de gevangenis gemaakt. Vind je het niet eng met al die deuren die op slot gaan en zo? Nee. Nee? Doet het je niks? Ja, een beetje vreemd, maar het is zo'n prachtige baas. De man die dat uitgedacht heeft, die heeft er echt over nagedacht. Oké, veel plezier. Het is heel mooi hier, echt. Warm aanvallen. Theo, hoe was de receptie die avond, of die middag, ik weet het niet, van de dames waarvoor hij ging optreden? Hoe vonden ze het? Ja, geweldig. Geweldig. Ja, maar, kijk, er zijn natuurlijk heel veel optredens geweest. Ik heb Doema gehad, Colderens, André Hazes, Masada, Django Edwards. Django Edwards? Ja, ken je die? Ja, zeker. Geweldig. Ja. Kan je. Maar je klinkt als een artiestenbureau, als Mojo van de Bijlmerwaard. Ja, was daar... maar een heel kleintje, dat was ik. Kwamen die voor niks? Ja. Of had je ook nog heel veel geld te besteden? Nee, die kwamen echt voor niks. Echt. Maar het is natuurlijk ook een uitdaging om in de vrouwengevangenis op te treden, toch? Enkel voor dames en zo. Nou, die meiden kwamen binnen, allemaal opgedoft en afgestorven. Je weet het wel, hè?